zo vroeg nog. Ik ga even verder slapen, heb medicatie op. Ik ga jullie vertellen wat wel veel belangrijk is. Dus dat even jullie weten, heb ik heel veel te verwerken. Ben ik niet op eten, ik zie mijn video's, want ik ben gewoon heel gezellig, heel druk en heel leuk bezig altijd. Dus deze bed opmaken, maar dat niet te min. Maar oké voelen dat je niet chill voelt in je leven. Dat je prima voelt, dat je naar school gaat, naar werk gaat. Ik weet niet. Ik ben best wel moe. Ik heb best wel helemaal doorslapen. Het hoort. Nog 11 uur pas. Gewoon coronavaccinatie. Ik heb werk continu staan. Dus ik ga proberen verder slapen. En ik heb van op zich wel redelijk geslapen. Maar alleen slapen was wel saai. Maar... als jij dingen meegemaakt vroeger en je wilt het over in zitten, dan moet je er helemaal depressief van. Dus we gaan straks als we wakker zijn bed opmaken. We gaan douchen. Gaan we zo wakker worden. Gaan we live instaan en zo. Gaan we TikToks maken. En eerst jullie wat het geloof. Deze avondvideo gaan kijken met een beetje liefde sturen, want het zou maar leuk en aardig werken. Stel ook zo'n stel best een hele tijd positiviteit te delen. Maar het zit een beetje, ik ben een beetje op. Een beetje moe. Ja. Het is natuurlijk heel mooi hoe strak ik baard heb. Hoe strak ik ben. En misschien wordt het even tijd dat ik jullie dingen ga vertellen, dingen ga uitleggen. Mensen vertellen niet echt wat er aan de hand is of hoe ze zich voelen. En sommige mensen geven hem mee niet. En sommige mensen zijn niet op tijd bij hoe ze zich voelen. En is het, God houdt van jou. Ik wil niet depressief doen, ik wil niet kloten voelen, maar ik wil alleen zeggen dat alles wat ik deel op internet, als ik laat zien, als ik post, is ook gewoon goed bedoeld. Is ook mooi bedoeld. Mensen, ik ga best wel wat dingen vertellen deze dag in deze avondvideo. En ik hoop dat jullie daar met respect naar kijken. Ik probeer het verleden wat meer los te laten, wat leuke liedjes te luisteren. En ook vertellen dat ik niet. Ik heb de coronavaccinatie natuurlijk gehad, dus ik ben best wel een beetje moe. Best wel een beetje misselijk, hoog geweest, hoofdpijn en alles. Doe ik gewoon werken. Vannacht is ook een nieuwe nacht voor de boeg. Ik zie wat ik ga doen vannacht. Ik ga misschien zo even naar buiten. Ik weet niet, moet ik even kijken. Maar dat komt goed. Het is een mooie sandwich. Onthoud gewoon. Praat over gezondheid. Praat met je broer, je zus, je tante, je oma, wie dan ook, of je opa, of iedereen waar je mee omgaat. Blijf mensen praten, altijd heel belangrijk. Ik moet mijn privé situatie echt privé houden, dat weten jullie. Want toen heb ik nog geen feedback gehad. Dus ik ga live in staan. Het is een mooie sandwich. Zie je straks weer. Vind je dat ik te abonneren? En de volgende vanochtend en vandaag komt het online. Joep, kijk abonneer en post een beetje love of een beetje liefde in de comments.